Erik Kortom maakte echt fantastische reportages in Oeganda. Van hele schrijnende verhalen, maar ook hoopvolle verhalen door wat het Rode Kruis kan doen voor kinderen die hun ouders hebben verloren aan AIDS. We zagen één reportage die ons erg aangreep. Hij is bij een voedseldistributie en een meisje vertelt een verhaal. Ja, dat is echt erg schrijnend. Hier is Erik Kortom. In Oeganda leven ongeveer 1,2 miljoen kinderen alleen, omdat ze hun ouders hebben verloren aan HIV en AIDS. En die kinderen die moeten wel geholpen worden, want die redden het niet alleen. Vandaar dat het Rode Kruis aan voedseldistributies doet. Ze krijgen wat bonen, ze krijgen wat maismeel, ze krijgen wat kookolie. En dat hebben deze kinderen hard nodig. Want al deze kinderen zijn namelijk alleen. Die hebben geen ouders meer, hebben hun ouders verloren aan HIV of AIDS. En sterker nog, heel veel van die kinderen moeten ook zorgen voor broertjes of zusjes. Dus je kunt je voorstellen dat dat vrij ingewikkeld en moeilijk is. En nuttig, deze distributie. Heel nuttig. Niet iedereen is in staat om zelf naar de voedseldistributie te komen. Lucy, een vrijwilliger van het Rode Kruis, neemt hem mee naar een local health center waar HIV- en AIDS-patiënten verblijven die te ziek zijn om voor zichzelf te zorgen. Deze health centers zijn in het arme noorden van Oeganda voor veel zieken de enige manier om medische zorg te krijgen. Honderden Oegandezen staan hier dan ook wekelijks urenlang in de brandende zon te wachten om onderzocht te worden door een dokter. In deze schrijnende omstandigheden tref ik de 12-jarige Nancy Opio. Een kilo maar een bottle bij. Meisje is dus 12 en ze zorgt voor 4 broertjes en zusjes. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat begrijp je ook wel. Vandaar dat er wat extra zorg aan haar besteed wordt. They were all malnourished. So we admitted them in the therapeutic feeding center to be managed for their conditions. Yeah. But unfortunately, the other one, the second twin, was badly off, so that second twin passed away. That was a twin of this? Yeah, they were twins. Dan vertelt Nancy over de dag dat haar moeder overleed. So, when the mother was sick, she was admitted in the hospital. Mm-hmm. She went with her elder sister to nurse the mother. Then from there they said it was something to do with the liver condition. Okay. Yeah, that is what she's saying. Then from the hospital they told them this condition is incurable. So they cannot now manage. It was incurable. Yeah. So they discharged them, they came back home, and that is where the mother died. The father and the mother died from, it was HIV, was it? Yes. Yeah. Yeah. Are these maybe, have they already been tested? Opio. Opio was tested, but the result is not yet out. Not yet out, okay. Yes. So what if Nancy wouldn't have had your help and the help of the Red Cross? What would have happened with her? Now, the thing is, if this girl is left alone, yeah, according to how I see it, for them to live their own life, it will be difficult. Yeah. At the moment, they have nothing completed. There is no food for these children. Whatsoever. There is no food. Secondly, our condition, the situation here in Uganda is not all that good. I know there will be other people who will be even looking at these children, mm-hmm. especially this girl who is growing up. I know if they are not protected, we had very many cases. There was a village, a home mm-hmm. of around 5 girls. The youngest was... It was 2 years. There was a man who went there, entered in the house. The other guy was older than this one, around 14 years. He went there and raped all of them. No, that man was a positive man. No, you see. The situation where my fear is. Yeah. Such children to live alone. I can imagine that. Such thing can happen. Sommige verhalen snijden dwars door je ziel. Dit is zo'n verhaal en helaas zijn er daar te veel van. Veel te veel. Bijna alle kinderen hier achter mij in het healthcentrum hebben op wat voor manier dan ook te maken met HIV of AIDS. Ze hebben hun ouders erdoor verloren, ze zijn wees geworden, zijn al dan niet zelf besmet. En voor die kinderen is heel veel hulp nodig. Als jij die hulp wilt bieden, dan kan dat. Vraag een plaat aan tijdens Serious Request 2010 en geef deze kinderen een toekomst terug. En zo tegen jullie optreden, doen jullie dat vaker op kerstavond? Nee, ik hoor eigenlijk aan het traditionele familie kerstdiner te zitten nu. Maar dat schoot er even bij in. Maar dat hebben we er graag voor over natuurlijk. Dus die zitten nou met een bordje Chinees op schoot?
Ik weet het niet eens wat men allemaal doet, maar we zijn niet bij elkaar. Heb je al gekeken hoe druk het is? Ik heb net om de hoek even gekeken, ja. En ik zie iedereen helemaal uit zijn plaat gaan. We gaan het zo meemaken. Vinden jullie het spannend? Ja, toch wel een beetje, al was het alleen maar door de temperatuur. Het is altijd een beetje lastig om in deze kou te spelen. Ik wil één ding zeggen, het is toch ook wel heel erg kicken en een dikke middelvinger naar de overheid. Dat wij met z'n allen, nou wij zeg ik dan hè, de jongens en met de kleine bijdrage van ons maar... straks dat belachelijke bedrag, wat we voelen al een beetje aankomen waar die naartoe gaat... gewoon zonder hulp van de overheid hebben binnengesleept. Het is gewoon echt een dikke middelvinger. Dankzij alle mensen en alle bedrijven die geholpen hebben.